De Heer zij met u. Lezing uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven, brak het uur aan waarop zij moeder zou worden. Zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders, die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en ze werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: "Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een teken zijn. Gij zult een pasgeboren kind vinden, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe." Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare. Zij verheerlijkte God met de woorden: "Eer aan God in de hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie hij wel behagen heeft." Zo spreekt de Heer. Samengekomen deze avond en ook degenen die met ons meeluisteren en meevieren. In het begin van de viering heb ik u allen welkom geheten.
En ik wilde eigenlijk nu een heel brutale vraag stellen. Wat komt u eigenlijk deze avond hier doen? Dat is behoorlijk brutaal. Ik kom op die vraag omdat ik vandaag in het Brabants Dagblad, dat hebt u eventueel ook gelezen, dat voor 43% van de mensen kerstmis op de eerste plaats alleen een gezellig samen zijn is met familie en vrienden. Dat voor 41%, en dat bent u dan waarschijnlijk, het kerstfeest nog wel gelijk staat aan de viering van de geboorte van Christus. En 45% vindt het jammer dat kerst aan religieuze betekenis inboet. Dan denk ik, ja, daar zijn we zelf bij natuurlijk. Als we het jammer vinden, dan kunnen we er ook wat aan doen. Maar waarom is kerstmis nog zo populair? En dan bedoel ik in het algemeen. Hè? Of u nou gelovig bent of niet gelovig, kerstmis is populair. Vanwege traditie, een stuk traditie van oudsher, hè? Vanwege het licht, vanwege de zonnewende, u kent dat. Hè? Vroeger was het een heidensfeest, omdat na 21 december de dagen beginnen te lengen, werden vreugdevuren ontstoken, bomen in brand gestoken, want het werd weer langer licht, de zonnewende. En dat is door ons christenen aangegrepen om ook het lichtfeest te vieren, Christus als licht van de wereld. Maar ook vanwege de beleving van mensen, ook nu nog, zeker in deze hectische tijd. En laten we nou even niet praten over de kredietcrisis, want daar krijgen we iets van. Ik begrijp daar trouwens helemaal niets van, moet ik zeggen. Want je leest dat het steeds slechter gaat. En je ziet volle treinen vertrekken op wintersportvakanties of met de auto. En mensen die stranden op vliegvelden vanwege een staking. Allemaal op weg naar de vakantie. Waarschijnlijk ontdekken ze pas in januari wat dat betekent. Laten we het niet over hebben. Want wij mensen hebben het liever, of niet liever, wij weten ons liever geborgen, verbonden met elkaar. We ervaren dat het goed is in een kring van gezin, familie of anderszins om samen te zijn met een groep mensen om te vieren. Die saamhorigheid, die verbondenheid beleven we allemaal rond de kerstdagen, gelovig of niet. En dan vind ik het toch heel knap dat onze lieve Heer, om te laten zien wie hij eigenlijk is, de geboorte van een kind heeft aangegrepen. Want u weet, dat maken we allemaal wel eens mee in ons leven. Hè? Geboorte van een kind, dat brengt mensen samen. Op visite, dat maakt mensen gelukkig. Dat verbindt mensen. Een kind doet dat. En dat maken we allemaal in ons leven mee. Met kraamvisites, met cadeaus die we naartoe gaan en noem maar op. God heeft dat aangegrepen om te laten zien wie hij eigenlijk is. Heel onverwacht. Ik stel me voor net zoals vroeger voor de oudere mensen onder ons. Ik ben de oudste thuis en als er weer een kind geboren werd, dan dacht ik, ik wilde nog toch wel eens een keer thuis zijn nu, deze keer. Zo vaak was het trouwens niet, eerlijk gezegd, maar deze keer wil ik wel thuis zijn. Maar je was niet thuis. Je werd met een boodschap naar de buren of weet ik waar nog gestuurd. En ik kwam weer terug, zei ze, je hebt een broertje bijgekregen. Niks in de gaten. Onverwacht. En zo moet het ook gegaan zijn in Bethlehem. Jaren wachtend op de Messias, op de Verlosser. En dan wordt er ergens ver weg achteraf een kind geboren. En dat blijkt het toonbeeld, het voorbeeld te zijn hoe God ons mensen wil hebben. Dat we met elkaar omgaan. Dat we zo goed als God zijn voor elkaar. En we kennen God niet, tenzij door die Jezus van Nazareth.
die het leven met ons wil delen. Hij zou het niet beter gedaan kunnen hebben dan gewoon mens te worden in ons midden. Iets menselijker is niet denkbaar. Gewoon, ook afhankelijk van ouders. Geborgen in warmte, in liefde, in nabijheid van mensen. En die verbondenheid, die saamhorigheid rond een kind spreekt mensen aan. Of je nou gelovig bent of niet. En hoe vieren wij rond deze dagen verbondenheid? Door te tafelen, chic of gewoon, maar in elk geval samen te komen met gezin of in groot verband of anderszins samen te komen om samen die verbondenheid te vieren. Zeker in onze dagen waarin we allemaal verspreid wonen over de wereld, zou ik bijna zeggen. En de zeldzaamheid is dat we allemaal samen thuis zijn. En met kerst wordt dat geprobeerd. Ook Jezus heeft wat later nog eens een keer goed begrepen toen hij bij het laatste avondmaal als afscheid ook een maal hield. En zo verbondenheid liet zien met ons, zelfs tot over zijn dood heen. Natuurlijk heeft de kerk ook heel goed in de gaten dat kerstmis als religieus feest steeds meer onder druk komt te staan. Vandaar dat ze dit jaar ook de actie voert, welkom thuis. De kerk nodigt uit, heeft wat te vieren rond kribbe en tafel. En het is misschien goed dat wij door alle glitter en bling bling heen ook ervaren dat dat eigenlijk buitenkant is. En dat we, hoe gepimpt we ook de kerstfeest maken, we gelovig of niet gelovig op zoek zijn naar warmte, naar geborgenheid, naar saamhorigheid. En als we dat een beetje met elkaar mogen ervaren, dan hebben we ook iets begrepen van wat God het wil zeggen als hij mens wordt in ons midden en laat zien hoe hij ons voor elkaar bedoeld heeft. Als we mogen beseffen dat onze God een nabije God is, niet hoog en ver van ons vandaan, maar nabije God, in Jezus mens geworden, om zo ons te laten zien hoe wij mensen voor elkaar bedoeld zijn. En dat mogen we toch uitbundig vieren, dacht ik zo. Die nabijheid. Vandaar dat ik ook heel gelukkig ben dat u met zoveel ook deze avond kerstmis begint ook met hier samen te komen. En ik zei, wat komt u eigenlijk doen? Dat mag ieder voor zichzelf invullen. Dat is uw goed recht. Maar u bent gekomen en ik hoop dat u iets van mag meenemen van dat kind in die kribbe. Want tenslotte, laten we eerlijk zijn, diep in ons hart zijn we allemaal ook nog een beetje kind. Afhankelijk van liefde en zorg van een ander. En als we dat missen in ons leven, missen we toch ontzettend veel. Worden we niet meer mens, maar eerder minder. En die Jezus, dat kind in die kribbe, gewoon in een stal, makkelijk te benaderen, dat kind in de kribbe, laat ons zien wie God is. En geeft ons hoop en nieuw leven na alle duisternis, letterlijk van de afgelopen donkere dagen voor kerst, maar ook, hopelijk ook een beetje licht, opnieuw licht, als het nodig is, in ons eigen leven. Voor misschien de donkere dagen, de moeilijke tijden, of wat dan ook, die ongetwijfeld in ieder van ons leven weer voorkomen. Mogen dat licht een lichtpunt zijn waar we mee vooruit kunnen. De komende dagen, maar vooral ook de komende tijd. En in die zin wens ik u allen een heel zalig kerstfeest toe. Amen.
En mag ik u uitnodigen om samen ons geloof te belijden zoals u vindt op bladzijde 7 in ons boekje. Ik geloof dat diep in ieder mens de hoop op een betere wereld is verankerd. Het is de verwachting waarin de mensheid leeft. Ik geloof dat die hoop kan groeien en sterker worden door steeds het goede in mensen naar boven te halen. Ik geloof dat die hoop niet vervaagt als we in goede en kwade dagen het leven echt met elkaar delen. Ik geloof dat die hoop onverwoestbaar is, ons staande houdt, zoals adem ons in leven houdt. Ik geloof dat die hoop de mensheid vertrouwen geeft om leven door te geven, het in liefde te koesteren en het weer los te laten, om toekomst te zijn, generatie op generatie. Ik geloof dat met de geboorte van Jezus van Nazareth God heel dicht bij ons gekomen is en God met ons geworden is voorgoed. Dat zijn geboorte Gods teken is van hoop en vertrouwen voor vandaag en morgen. Amen. Dan willen we nu tot God bidden in enkele voorbeden. Bidden we voor alle onder ons die geen thuis hebben, die eenzaam zijn, die ziek zijn, voor allen die lijden aan het bestaan door pijnloos verdriet, dat wij, hoe machteloos we ons vaak ook voelen, elkaar weten te troosten en nieuwe hoop en vertrouwen durven geven. Voor alle onder ons die ons deze dagen Kerstmis mogen vieren, die samenkomen met familie en vrienden, dat we het in vreugde en dankbaarheid mogen beleven en de boodschap van dit feest uitdragen. Voor alle onder ons die een nieuw begin willen maken, die een beter leven zoeken voor zichzelf en voor hun naasten, dat we elkaar daarin bemoedigen en steunen. Voor elk nieuw leven, voor alle kinderen die hoopvol in de groei zijn en hun plaats in de wereld moeten krijgen. Voor die miljoenen kinderen die zoveel ontberen, dicht bij ons en over heel de aarde. Dat we ons ontfermen over deze kleine mensen die onze toekomst zijn.